We zijn hier vandaag in Sunparks en Mol bij de 12 kerstverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Ik heb hier naast mij Josip. Dag Josip. Hallo. Je mag jezelf kort voorstellen. Ik ben Josip Garet, ik ben 24 jaar en ik ben afkomstig uit Oost-Vlaamse Oosterzijde. Ik doe in het dagelijks leven metaalarbeid in Volvo Trucks Gent. Oké, wat zijn je hobby's? Mijn hobby's is vooral naar het voetbal gaan kijken van AA Gent, maar ook tennissen en joggen doe ik wel graag. Oké, waarom neem je deel aan Mr. Gay Belgium? Ik doe mee aan Mr. Gay Belgium omdat ik vind dat er nog altijd een taboe hangt dat alles draait rond uiterlijk en gewicht. Dus mijn thema draait daar eigenlijk ook voor. Ik wil dat dat taboe weggewerkt wordt en dat het ideale schoonheidsbeeld ook veranderd wordt, dan de mensen met obesitas geen schrik moeten hebben om wie dat ze zijn. Heb je daar zelf negatieve ervaringen mee gehad? Ik ben lang gepest geweest voor mijn uiterlijk en obesitas. En nu sinds 3 jaar ben ik ferm vermaard en beginnen de mensen mij meer en meer te accepteren. En dat is eigenlijk wel spijtig. Oké, stel je voor dat je een goede raad mag geven aan de mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of meemaken dan jij. Wat voor raad zou je geven? Vooral praten. En nooit veranderen voor een ander, maar wel voor jezelf. Oké. Wat is voor jou het grote verschil tussen de Josip van vroeger en de Josip van nu? Dat iedereen u toespreekt. En toen dat ik zwaar was, liet ze je gewoon links liggen. En dat is eigenlijk wel spijtig, want je blijft dezelfde persoon van binnen. Dat is waar. Goed, om af te sluiten, heb je een bepaald levensmotto? Gewoon doorgaan en u niet laten discrimineren. Oké, dankjewel Josip.